Hoi, hey, kom je weer een spel spelen? Ik ben een beetje schoor, maar dat geeft niet. Ik ga het je nu uitleggen. Je hebt een bekertje nodig. Eigenlijk heb je ongeveer 12 van deze bekers nodig. Of andere bekers die je thuis gebruikt om water uit te drinken. Dat geeft niet. En een bakje waar je spullen in kunt verzamelen. En we gaan memory spelen met spullen die jij thuis in je eigen huis hebt gevonden. En dan ga je op zoek. Dan loop je rond in je huis en van alle spullen die je vindt, heb je er twee nodig. En die spullen die moeten ook nog in dat bekertje passen. Dus dan kun je het zelf opmeten. Als je nou bijvoorbeeld zegt, ik ga twee elastiekjes gebruiken, dan ga je afmeten of dat past. Pak je een elastiekje, past die erin? Ja, dat lukt, die kan ik gebruiken. En dan doe je het elastiekje in de plastic bak en dan ga je verder. Alle spullen die je gaat verzamelen, daar heb je er twee van nodig die ongeveer hetzelfde zijn. Het hoeft niet precies. Het kan een andere kleur zijn of net een andere vorm. Kijk, ik heb bijvoorbeeld twee helikopters gevonden. Die zijn niet hetzelfde, maar ze lijken wel op elkaar. Dus dan kunnen we het gebruiken. Nou, dan ga ik meten, passen ze in mijn bekertje? Ja, deze past erin. En deze past erin. Die kan ik gebruiken, dus die stop ik in mijn verzamelbak. Stel nou dat je langs de keuken loopt en je denkt: oh, dat is leuk. Ik ga een pan gebruiken. Wat denk je? Zou die pan in dat bekertje passen? Nee, hè? Nee. Nou, als je denkt het past niet, kan je het proberen, maar past hij er niet in, kun je hem niet gebruiken. Hey, ik ben benieuwd wat jij hebt gevonden. Wil je zien wat ik heb? Ik ga het even voor je op de tafel zetten. Let op. Ik heb twee poppetjes. Die zit ik vooraan. Ik heb twee puzzelkubusjes. Ik heb twee batterijen. Ik heb twee viooltjes. Ik heb twee haaien. Hele mooie dieren. Ik heb twee ijsblokjes. Lekker koud in mijn vingers. Ik heb twee schelpen. En ik heb twee verjaardagskaarsjes. Nou, zullen we eens even gaan tellen? Want als we weten hoeveel spullen we hebben, dan weten we ook hoeveel bekertjes we nodig hebben. Daar gaan we. Doe je mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 spullen. Hoeveel bekers hebben we dan nodig, denk je? Ja, goed zo. Inderdaad, als we 16 spullen hebben, heb je ook 16 bekers nodig. Zal ik je laten zien hoe je heel snel kunt tellen? Je kunt ook in sprongen van 2 tellen. Dan gaat het zo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan hebben we 16 spullen en 16 bekers nodig. Nou, dan ga je daarna ga je al je spullen in een vierkant zetten. En als je dat gedaan hebt, dan pak je de bekers. Hoeveel bekers hadden we ook alweer nodig? Weet je het nog? 16, hè? Ja, goed zo. Gaat-ie. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, klaar. Wat zeg je? Oh, zie je dat kaarsje nog een beetje? Oh ja, je hebt gelijk. Ik zal hem even wat beter erin stoppen. En die ook nog. Is het zo beter? Nou, hé, dan kunnen we beginnen. Nou, dan gaan we om de beurt twee bekertjes optillen.
En dan gaan we kijken wat eronder zit. En dan gaan we kijken of we twee dezelfde spullen kunnen vinden die bij elkaar horen. Net als bij memory met kaartjes. Ja? Nou, ik denk dat ik ga beginnen met de buitenste. Een schelp en een pop. Zijn die hetzelfde? Nee, hè? Dan zet ik de bekers er weer overheen. En dan ben jij aan de beurt. Welke wil jij omdraaien? Ook de buitenste? Dit is een viooltje. En dit is een verjaardagskaarsje. Zijn die hetzelfde? Nee. Nou, stoppen we ze weer weg. Nou, dan mag ik weer spelen. Doe ik deze. Hé, dat viooltje heb ik eerder gezien. Ik denk dat die het was. Ja! Zie je dat? Die zijn hetzelfde, die horen bij elkaar. Dus die mag ik dan bewaren, die leg ik bij mij. Heb ik alvast één punt. En de bekers, die haal ik uit het spel. En zo ga je door, totdat je alle bekers weggehaald hebt. En dan ga je tellen hoeveel setjes je hebt gemaakt. En dan kun je zien of dat jij gewonnen hebt. Of je vriendje, of je moeder, of je vader. Goed, veel plezier. Zet hem op. Hé, er zijn nog maar 4 over. Ik denk dat ik al weet waar die andere kubus zit. Hier zit die ene kubus, dan zit die andere kubus daar. Huh? Hoe kan dat nou? Daar ligt water. Maar waar zijn die ijsblokjes dan gebleven? Hé, dan ga ik ook even bij die andere kijken. Hoe kan dat nou? Ja, kijk eens, mijn kubus. Die heb ik dan alvast verdiend. Hé, dat is raar. Daar zit ook water onder. Hoe zou dat nou kunnen? Heb jij een idee? Dat is raar. En mijn ijsblokjes zijn weg. Zijn die dan van de tafel gerold? Hoe kan dat nou?